Iedereen was benieuwd naar wat de oppositie zou vinden van het debakkelen binnen de Vlaamse regering en de oekases van de jonge CD&V-voorzitter Sammy Mehdi. We hebben dan maar een andere jonge voorzitter uitgenodigd, Conor Rousseau. Hoe kijkt hij aan tegen de strapatsen van zijn collega? Ja, welkom Conor Rousseau, niet alleen Vlaams parlementslid, maar ook partijvoorzitter. Ja, die partijvoorzitters die hebben we deze week stevig aan het werk gezien. U hebt er wellicht ook op toegekeken en we zijn nu een paar dagen later. Wat denkt u nu? Maar ik heb mij wel wat kwaad gemaakt van de week. Wat er in andere partijen gebeurt, dat zijn mijn zaken niet. Ik focus mij op vooruit en op hoe dat we de koopkracht van de mensen kunnen versterken in deze crisis. U moet er met hen wel samenwerken natuurlijk. Hè? Wij moeten in de federale regering samenwerken. Hier in het Vlaams parlement zitten we in de oppositie. Maar vooral, ja, allez, wat hebben de mensen daaraan gehad? Ik probeer zo weinig mogelijk hier in die bubbel van dat parlement te zitten. Ik loop veel op straat, ik zit veel op sociale media met mensen. En men begreep het niet. Mm-hmm. Men maakt eerst een staatszaak van het een en twee dagen later laat men dat volledig vallen. Ja. Maar wat de mensen wel begrepen hebben, is een verdedigbaar standpunt. De kinderbijslag, en ik denk dat u het zou steunen, de kinderbijslag moet geïndexeerd worden, gekoppeld aan de stijging van de levensduur. Tuurlijk, maar politiek gaat ook over geloofwaardigheid. Als een bepaalde partij, CD&V, in 2020, in 2021, heel hard bespaart op kindergeld, dus geld afpakt van mensen, en dan plots zegt, oh, de peilingen zijn slecht en nu moeten we daar toch iets aan gaan doen om onze geloofwaardigheid overeind te houden, dan komt dat onverwacht. Die mensen die daar vandaag heel veel rumoer over maken, ja, die zaten ook aan de knoppen de voorbije jaren. En dat viel ons op, dat is zo raar. Als je dan een punt maakt, denk ik, als je dan bijt, moet er vlees mee hebben. Als je dat punt maakt, moet het doorduwen. Het is ook een jonge voorzitter, net als u. U probeert ook een beetje komaf te maken met het verleden. Dus is het niet verwonderlijk dat een nieuwe voorzitter met een straf nieuw standpunt komt? U doet dat toch ook? Ja, maar ik heb nog nooit zo'n regeringscrisis ontlokt. En ik ga geen commentaar geven op mijn collega-voorzitters. Ieder zijn stijl en ieder zijn ding. Maar het was echt geen fraai beeld voor de politiek. En wat ik daarin jammer vind, is dat hier ook hier in het Vlaams parlement, over de verschillende partijen heen, best wel heel wat politici zijn die wel hun best doen om dingen voor elkaar te krijgen, die wel hun best doen om samen te werken, dat je hiermee alleen maar de extreme versterkt. En dus het gevoel dat politiek niets doet, versterkt. Terwijl voor mij, voor vooruit, moet het gaan over hoe kan politiek iets betekenen voor de mensen. En dat is waar ik graag mijn energie in steek. Het ging wel over inhoud, over wat de kinderbijslag moet zijn, of je dat nu haalt of niet, maar u schuift nu alle schuld in de schoenen van Sammy Mehdi, uw collega. Dat heb ik helemaal niet gedaan. Ik vind het gewoon u hebt gezegd, bijzonder de jammer. De CD&V heeft de politiek belachelijk gemaakt deze week. Ja, deze week is wel een heel circus geweest. Ik weet niet of iedereen de kranten bekeken heeft, of met mensen, of als ik op de markt in Sint-Niklaas zie. Iedereen zei, wat is dat weer voor een show? Wat hebben wij hier aan? En daarom juist. Ik heb gezegd, wij willen jullie helpen hier in het parlement. Ik heb ook wel steun aangeboden. We moeten samenwerken. Het was gewoon echt geen fraai beeld. Maar zo de steun aanbieden, dat klinkt een tikkeltje cynisch. Hè? Dat kan cynisch klinken, maar wij menen dat wel. De jobbonus bijvoorbeeld, die hebben wij ook gesteund vanuit de oppositie. Dus wij hebben dat al gedaan. Ik zeg alleen iets als ik het meen. En wij menen het, wij willen steunen op maatregelen die goed zijn voor de werkende Vlaming, die de koopkracht versterkt en die ervoor zorgt dat uw facturen omlaag gaan. Net zoals we trouwens met de federale regering doen. Dus wat socialistisch het verschil maakt. U hebt harde woorden gebruikt. U heeft gezegd, CD&V heeft eigenlijk de geloofwaardigheid van de politiek volledig onderuit gehaald. Het vertrouwen in de politiek onderuit. Uitgaat. Of toch, niet dat het al zo hoog was, dat vertrouwen, maar toch een deuk gegeven. En heel de Vlaamse regering eigenlijk. Maar ik wou toch gewoon nog eens duidelijk weten, kijk, men zit dat hier vandaag te verdedigen en ik heb het gezegd, er zijn een aantal vrouwelijke parlementsleden, mevrouw Jans, mevrouw Schrijvers, ik meen dat, is moedig om uw zaak te verdedigen, want ik zit zelf ook in een federale regering, ik moet soms ook iets verdedigen waar ik niet 100% mee ben. En ze schoven nu onder meer voor de voeten dat, ja, wat is nu het standpunt van vooruit, wat de kinderbijslag betreft, want u heeft ooit al gezegd, voor mij apart mag die worden afgeschaft en vervangen door iets anders. Of die index mag vervangen worden. Ja. Dat u hebt ook op verschillende benen gedanst, denk ik dan. Dat denkt u, maar dat denkt u verkeerd. Wel duidelijkheid, ik ben in de politiek gestapt vanuit mijn engagement rond jongeren en kwetsbare jongeren. Ik ben al 30 jaar vrijwilliger geweest op jeugdkampen en dus mijzelf willen we jongeren versterken. Je kiest niet waar je geboren wordt, je kiest niet waar je wiegje staat, je moet zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt. Als we zien, dat is hetgeen dat ik gezegd heb, als we zien dat we kindergeld geven, maar de kinderarmoede blijft toenemen, dan moeten we daar niet op besparen, maar moeten we daarin blijven investeren. En ik heb gewoon gezegd dat ik niet zoals veel van die politici hier wil vasthouden aan taboes uit het verleden, maar voor mij alles denkbaar is, als er maar meer geïnvesteerd wordt in kinderen. Ja. Dat heb ik gezegd. Is vandaag nu, de dag... Maar
sorry, maar vandaag wordt er niet geïnvesteerd, maar wordt er 400 miljoen euro afgenomen van kinderen. En dat vind ik niet fair. Nee, ze moeten maar eerlijk is dat niet zeggen. Net wat Sammy Mehdi ook wilde uiteindelijk, namelijk meer geld voor die kinderbijslag? En u had er eigenlijk een bondgenoot, als u zou willen. En u zou kunnen zeggen, ja, heeft het niet gehaald. En nu duwt u hem nog eens wat dieper de modder in, bij manier van spreken. Want u spreekt over een shitshow, een woord dat ik zelf nooit zou gebruiken. Nee, maar het is echt wel een circus geweest. Allee, daarvoor heb je mijn tussenkomst niet nodig gehad. Dat hebben de mensen thuis wel gezien, maar dat het geen fraai beeld was. Maar hoe vaak u herhaalt dat het een circus is, dan roept u dat toch ook over uzelf af? Dan bent u ook een onderdeel van dat circus. Goh, dat mag u zeggen. Ik neem dat niet kwalijk dat u dat zegt. Maar ik denk dat iedereen weet dat vooruit niet in die Vlaamse regering zit. Mm-hmm. Dat wij altijd constructief in die oppositie zitten. Maar dat deze Vlaamse regering voor het eerst ooit zijn eigen septemberverklaring niet gehaald heeft. En dat ze er dus wel een potje van gemaakt hebben. Ja, maar je voelt ook wel, er was kritiek vanuit de CD&V, ook op u, ook vanuit de liberalen. U hebt meneer Ongena zelfs een pipo genoemd. Ja, dat is toch niet bevorderlijk voor de relaties? Want met die partijen, CD&V en Open VLD, moet u in die federale regering wel door één en dezelfde deur ook. Maar wij werken daar ook wel goed samen, dus dat staat daar los van. Het ging nogthans moeilijk, zei u af en toe. Ja, maar nee, akkoorden maken gaan moeilijk, maar federaal zitten we nog eens met 7. Mm-hmm. Dat is nog moeilijker en daar is de crisis misschien nog groter, want dan moet je voor heel het land oplossingen zoeken en niet alleen voor Vlaanderen. Dus tuurlijk is dat moeilijk, maar we werken daar wel hard samen. Samen met Frank van den Broeken en Mirjam Kittier hebben we met socialisten wel onze stempel geduwd op die coronacrisis, Oekraïne-crisis, energiecrisis. We hebben wel al heel wat maatregelen genomen. Sociaal tarief, BTW op 6%, verhoging van pensioenen, verhoging van de minimumlonen. Wij willen nu een taxshift zodat er minder lasten op arbeid zijn en meer lasten op kapitaal, zodat mensen netto meer overhouden. En dat zijn wel zaken waar wij kunnen opduwen en die we samen met coalitiepartners doen. Maar absoluut. Fundamenteel wat het standpunt betreft over de indexering van de kinderbijslag, u bent daar ook voor te vinden. Ik denk, uw grote voorbeeld, de grote manitou van de sociale zekerheid, zal ik maar zeggen, Frank van den Broeke, zal daar net hetzelfde over denken. Dus u kan dan toch beter de CD&V steunen in plaats van ze nu zo te vernederen, aan te vallen? Nee, maar ja, ik moet natuurlijk in oppositie, ik moet wel vragen stellen. Ik moet nog mijn kritisch controlerecht uitoefenen. Ja, vragen stellen, maar dit was stevig kritiek meer of zo. Ja, het parlement was hier ook al een beetje in slaap gedommeld, dus ik durfde wel, ik wou wel een beetje terug wat schoen geven aan de boel. Ja? Maar ik heb wel heel duidelijk gezegd voor de goede verstaander dat wij CD&V gaan steunen, hè, als zij hier op kinderen bij. Maar het is ook niet geloofwaardig, weet u. Allee, CD&V kan op veel plaatsen een bondgenoot zijn voor ons. Ik kom met mevrouw Krivits heel goed overeen zelfs. Dat kan alleen. Kun je toch niet geloofwaardig plots gaan opkomen voor kinderbijslag of kindergeld als je 20 jaar welzijn hebt, 20 jaar miserie in de kinderopvang, in de rusthuizen. Het is daar ook wel een keer een reshuffle, een keer een hervorming nodig. En dat zal niet van CD&V komen. He, die analyse mag u natuurlijk maken, maar tegelijk zou u hen ook wat kunnen helpen om dat punt dan wel te maken, denk ik. Dan zou je misschien eens een ander soort politiek krijgen van alleen maar het spelletje oppositie, meerderheid. Ja, maar ik denk dat de mensen die kijken, meneer Van der Loerbos, die weten dat ik wel best op een andere manier aan politiek doe. Ik altijd constructief en altijd helpen bijtreden wanneer dat kan. Alleen heb ik deze week niet goed begrepen wat nu het punt is. En als men dit akkoord nu met verve verdedigt, waar was dan heel dat circus voor nodig? Dan had men beter in het begin gewoon gezegd, we hebben dat niet gehaald. Oké. Dan hadden we gezegd, oké, we halen soms ook dingen. En dan hadden we de politiek niet opnieuw belachelijk gemaakt. Dan, nu verlies je 2 keer. En dat vind ik jammer. Maar we zullen met de CD&V, waar we samen besturen, altijd goed blijven samenwerken. Zoals met iedereen waar we samen besturen, goed samenwerken. Tot slot zouden we kunnen zeggen, ja, er is een deuk in het vertrouwen, zeker in de samenwerking binnen die Vlaamse regering. Dat weet zelfs het kleinste kind. Vele vragen zich af, wat nu? Hè? Want kinderbijslag was nog maar de eerste hobbel. En er liggen nog een paar serieuze drempels te wachten. Hè? Ik hoef het u niet uit te leggen. Nee, dat is ook een beetje de vraag. Hè? Wat kan deze Vlaamse regering nog doen? Alle pers schrijft, deze Vlaamse regering is dood. Ja, gaat CD&V nog iets doen voor hun boeren in dat stikstofakkoord? Gaan ze nog iets doen tegen Ventilus? Maar het moet wel eerlijk zijn, CD&V wil dat ondergronds. Dat betekent 5 tot 6 miljard extra euro extra in die facturen voor de Vlaming. Daar zijn wij tegen. Dus men gaat daar ook snel kleur moeten bekennen. Stel want, dat er nog ergens een wagonnetje afrijdt of iemand uit de bocht gaat, bent u bereid om, zoals u het zegt, die Vlaamse regering is bijna dood, om ze te reanimeren? Laat eerst de kiezer daar maar eens over beslissen. En als de kiezer daarover beslist en ons steunt mij vooruit, om die positieve wind ons verder te duwen, dan willen wij heel graag na 24 onze verantwoordelijkheid. Maar in Vlaanderen zullen we daarvoor moeten wachten tot in 24. Ja, natuurlijk. Dan willen wij heel graag na 24 echt verandering brengen in de Vlaamse regering. Als er crisis is, laat het dan maar gebeuren. Zeg nooit nooit, maar op dit moment is dat niet aan de orde. Oké. Wel, dan hartelijk bedankt voor het gesprek. Ik denk dat ons eerste gesprek is hier in het Vlaams parlement. Ja, heel mooi studio trouwens. En hopelijk is het niet de laatste keer. Dat zal wel niet.